Goedendag lieve mensen, ik sta hier bij de Dorcas winkel in Nijkerk naast een kerstboom en dat is niet voor niks. Want ik ga vandaag een boompje opzetten over vrede. We leven in een onrustige tijd, 2022 was erg onrustig, de oorlog is nog steeds gaande. Ik ga met mensen in gesprek over vrede. Wie wens jij, wie wensen zij vrede toe? Okay. Gun iedereen de vrede, maar niet in specifiek iemand of zo. Ja, ik kan hem mijn vader geven, die is 96, dus ja, misschien is dat wat. Ja. Ja. Heb je iemand in gedachten? Ja, mijn werk. Je werk? In het ziekenhuis werk ik. Dus okay. Ik kom je regelmatig patiënten tegen die het moeilijk hebben. Ja? En daar wil ik het al aan doorgeven. Lees er maar eens even voor wat erop staat. Ik wens jou vrede. We hebben geen oorlog met niemand. Nee, ook niet met uw man? Nou, zo af en toe, dat moet, hè. Ja, moet dat? Het leven in de brouwerij wezen. Okay. Mag ik u een hartverwarmend kaartje geven? Ik wens jou vrede. Dat ja. Mogen we me geven. Nou, super. Dat mogen we dan aan elkaar geven. Ja, want het enige vervelende is, u moet het kaartje weer doorgeven aan iemand anders die u vrede wenst. Ja, mijn dochter. En waarom uw dochter? Omdat ik ervan hou. En is, is dat uw dochter? Dat is één van de dochters. Ja, daar ga ik maar vanuit dat ik ben. Ja. Hallo. Er staat op, ik wens jou vrede. Nou, dat vind ik even leuk. Ja, toch? U mag dit kaartje eigenlijk doorgeven aan iemand die u vrede wenst. Heeft u iemand in gedachten? Oh jee, de kinderen. Ja? Ze zijn allemaal getrouwd, dus die hebben ook echtgenotes. Ja. De buren. Die kunnen ook wel vrede gebruiken? Die kunnen het ook wel hebben. En, je hebt geen burenruzie, toch? Nee, gelukkig niet. Hou op alsjeblieft. Nee. Is al ruzie genoeg. In de wereld? Ja. Ja. Mijn achterbuurvrouw. Ik ken haar gewoon heel goed en we gaan samen vaak weg. En zij heeft nogal moeilijk in het leven. Dus mij lijkt het leuk om het aan haar te geven. Ik heb geen ruzie met mensen. U hebt geen ruzie met mensen? Nee. U gaat lekker aan gourmetten, zie ik? Ja, die is voor mijn zoon. Maar we gaan wel committen. Ja. Ik heb een kaartje voor u en die mag u doorgeven aan iemand die u vrede wenst. Mijn zoon. Oh. Ja? De zoon van de gourmet. Van de gourmet. Ja. Hij heeft een gourmetstel nodig en een beetje vrede. Ja. Wilt u eens vertellen waarom? Ja, ze hebben het ook niet makkelijk. Nee? Nee. Waarom niet? Ja, gasprijzen, geld en... Dus het is een cadeautje omdat hij wel goed kan gebruiken. Ja. Dus wij wensen eigenlijk iedereen vrede toe. En dan de vrede van God inderdaad. Ja. Dat is het belangrijkste. Als je die in je hart hebt, dan ben je al een heel eind. Zo, dat waren heel wat vredewensen van deze mensen. Nu dachten jullie natuurlijk dat jullie er makkelijk vanaf komen, maar dat is niet het geval. Wie wens jij vrede toe? Zet dat in de comments hieronder. En als je het op zo'n kaartje wil schrijven, is dat helemaal leuk. Die kun je krijgen in de Dorcas winkels.